Mijn naam is Barend Sinkweg en ik ben molenaar van de Pendrechtse Molen. Sjaarloosslaagdijk 364. Ik heb de molen naar deze plek gebracht. De molen die stond eerst aan de andere kant van de Sjaarloosslaagdijk. We zitten nu aan de oostelijke punt van de Sjaarloosslaagdijk. Maar de molen is gebouwd op het westelijke puntje van de Sjaarloosslaagdijk. En toen ik daar molenaar werd, toen kreeg ik te horen dat men bezig was een nieuw bestemmingsplan te maken. Met als gevolg dat het hele gebied rond de molen volgebouwd werd met bedrijfspanden. En toen heb ik een vuurtje gestookt met als resultaat dat de molen verplaatst is. En de enige reden waarom ik hier bij de Sjaarloosslaagdijk ben, dat is deze molen. Wat betekent eigenlijk deze molen voor het gebied hier rondom de Sjaarloosslaagdijk? Nou, ik denk aan twee dingen. Dat wat je ziet, wat iedereen kan zien, is dat het een verlevendiging is van het landschap. En het andere is dat dit een watermolen is. Met enige moeite is die functie boven water, onder water gebleven. Vorig jaar is hier dit gebied flink op de schop gegaan. En toen dreigde de molen die functie kwijt te raken. Maar dat is alsnog gelukt om zelfs een betere, een grotere functie voor de molen in dit gebied te krijgen. Wat zou eigenlijk de dijk of de Sjaarloosslaagdijk zijn zonder de molen? Minder mooi. Weet je, vroeger stonden er veel meer molens in deze omgeving. En vrijwel alles is weg. En tot op zekere hoogte is dat ook onvermijdelijk. Aan de dijk staan natuurlijk hele mooie oude boerderijen. Maar er is er geen eentje volgens mij die nog als boerderij in gebruik is. Het was vroeger eigenlijk buiten de stad, buiten de bebouwing van de stad. Het is het randje van de stad geworden. En de stad zal de dijk, ben ik bang, steeds meer inpalmen. Dus dat verandert wel doorlopend. De tijd staat niet stil, hè? Wat voor positie heeft de molen in deze tijd? Of verschilt het niet veel met vroeger? Maar dat verschilt hemelsbreed. Dat is onvergelijkelijk. Dat is totaal veranderd. Vroeger konden de mensen niet leven zonder die molen. We hebben nu te maken met erfgoed. Dat is een object uit het verleden. En dat moet je in stand houden. Weet je, zonder dat verleden zou de dijk er niet zijn. Laat staan dat er mensen op zouden wonen. Nou, of er vroeger nou zoveel connectie is geweest tussen de bewoners aan de dijk en de molen, dat weet ik niet, want ja, toen was ik er nog niet. Weet je, ik ken een paar mensen, er zijn een paar mensen die wel eens hier komen. Maar verder is het hier relatief rustig. Als je je realiseert dat je hier midden tussen Rotterdam en Barendrecht zit en dat er hier 500.000 mensen in de buurt wonen. Dan is het hier onwaarschijnlijk rustig. Nou, toen ik in 88 hier molenaar werd, was de procedure om een bestemmingsplan vast te stellen al in zover stadium dat ik daar niks meer aan kon veranderen. En in dat bestemmingsplan werd geregeld dat tot 100 meter naast de molen er net hoog gebouwd mocht worden als de molen. Nou, dat betekende dat die molen zonder wind zou komen te staan. Dan zou die gedegradeerd worden tot een tuinkabouter. En toen heb ik het initiatief genomen om een aantal mensen te benaderen. Van de deelgemeente, van de gemeente, van de provincie en van de Vereniging de Hollandse Molen. Met de vraag van, wil je daar een keer over praten wat de toekomst van die molen zal zijn als die gebouwen daar allemaal gebouwd zullen gaan worden. Nou, dat wilde men wel en toen was het zaak om dat clubje bij elkaar te houden. Want de conclusie was op de eerste vergadering al van, dit is helemaal niks voor die molen. En toen was het dus zaak om een plannetje te maken, om geld te ritselen, om vergunningen te krijgen enzovoort enzovoort. En ja, dat was wel een pittige periode om dat en een nieuwe plek, hè? Vergis je niet, een nieuwe plek. Dus het was buitengewoon ingewikkeld om een nieuwe plek te vinden. En uiteindelijk is het dus gelukt om die molen verplaatst te krijgen. Dat is in 1993 gebeurd. En in 1994 is die gerestaureerd en weer helemaal compleet gemaakt, zodat hij zijn werk kon doen.
En vanaf die tijd ben ik hier 3 dagen in de week aan de molen. Mijn plan is om, zoals ik dat al eens eerder gezegd heb, zolang het lijf en het hoofd het mogelijk maakt om hier molenaar te zijn, om dat ook te blijven doen. Weet je, die molen die blijft wel staan. Hij is gebouwd in 1731. En verder dan dat kan ik niet kijken. De huidige eigenaar, het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, zorgt buitengewoon goed voor de molen. Dus dat is allemaal prachtig. En ik hoop daar nog lang mijn bijdrage aan te leveren. En als ik het niet meer doe, dan mogen we hopen dat er andere mensen zijn die de opleiding gevolgd hebben en het stokje overnemen.